Nederlandse jongeren lezen slechter dan hun Europese leeftijdgenoten. Een kwart van de 15-jarigen leest zelfs zo slecht dat ze onmogelijke gebruiksaanwijzingen, een bijsluiter voor medicijnen of een brief van de overheid kunnen snappen. Weet je het probleem wat we gisteren of we net al aan tafel hadden? Dat blijkt uit deze week gepresenteerd OESO-onderzoek bij mij aan tafel. De voorzitter van de Onderwijsraad, Edith Hoge, tevens hoogleraar te Tilburg. Welkom, mevrouw Hoge. Ja, we gaan eigenlijk meteen vloeiend door in het volgende onderwerp, als het goed is. Een kwart van de 15-jarige leerlingen dreigt laaggeletterd, moet ik zeggen, de school te verlaten. Groot percentage. Ja, dat is een heel groot percentage. En het zorgelijke is ook dat het afgelopen 6 jaar verdubbeld is. Ja. 6 jaar geleden was dat 1 op de 8. Wat ook al een hoog percentage is. En dat betekent dat deze jongeren niet goed kunnen lezen, in de zin dat ze niet goed kunnen begrijpen wat er staat. En daarmee ook de kans hebben om ongeletterd te worden. Mm. En dat heeft enorme gevolgen eigenlijk voor werken. Je wordt vaker, heb je geen baan. Ja, want wanneer ben je laag? Ongeletterd ben je analfabeet, denk ik. Ja. Maar laaggeletterd is net iets anders. Ja, je kunt lezen, maar je weet niet wat er staat. Ja, dat is vaak het verschil. Vaak kun je technisch, noemen we dat technisch, wel lezen. Dus je kunt wel zien wat er staat, maar je begrijpt niet wat er staat. Mm. En dat heeft er te maken dat je niet genoeg woordenschat hebt, dat je niet de verbanden tussen de woorden kunt leggen. En dat heeft ermee te maken dat je niet heel veel ervaring hebt met lezen, het niet veel hebt gedaan, daardoor ook niet leuk vindt, daardoor ga je het ook minder doen. Ja. En zo kun je er niet mee uit de voeten. Zo'n 60% van de jonge mensen, van de kinderen eigenlijk, zegt: ik hou niet van lezen. Ja. Ik heb er geen zin in. Ja, ja, daar valt blijkt ook uit de internationale vergelijking. Daar valt Nederland ook heel erg op. Onze jongeren bungelen onderaan in leesplezier. Dus 60% zegt... Hebben we zulke slechte schrijvers? Wat is er aan de hand? Ja, ik lees alleen als het moet. En de helft zegt: ik vind lezen niet leuk. Wat we nu zien is dat 15-jarige jongeren lezen veel minder. Ze lezen veel minder goed. En ze lezen wel. Ze lezen heel veel korte teksten. Op hun telefoon, op het scherm, noemen we oppervlakkig lezen. Ja. Ondertiteling, bij Netflix lezen ze misschien ook wel heel veel. Maar waar wij het hier over hebben, is wat we diep lezen noemen. Ja. En diep lezen heb je eigenlijk... Diep lezen is de sleutel voor alles. Diep lezen is... Ja, want wat mis je als je niet kunt diep lezen? Kun je dan niet meer functioneren in deze maatschappij? Nee. Nou ja, niet meer dan... Ik denk dat in het vorige gesprek al beschreven is wat er dan aan de hand is, dan kun je een heleboel dingen niet begrijpen. Je kunt je niet een goede mening... Maar je zou ook kunnen zeggen, die overheidsformulieren moeten misschien maar wat duidelijker zijn. En tegenwoordig is... Dit is een YouTube-generatie. Ze worden visueel opgevoed. Ze denken in beeld, niet in tekst. Ja. Nou, dat is voor een deel is het zo. Mensen, en dat zie je ook heel internationaal. Onze hele samenleving wordt veel meer met beelden. Ja. Mensen lezen dus minder diep, want het scherm is de grote vijand, grote concurrent, zou ik moeten zeggen. Maar het interessante is, er is helemaal niks mis met films kijken of met beeldcultuur. Prima. Maar goed kunnen lezen is eigenlijk de sleutel voor alles. Dat is goed vakken op school kunnen doen, andere dingen kunnen leren, ook geschiedenis kunnen leren. Wetenschappelijk onderzoek laat ook zien dat om goed wis- en natuurkunde en technologie te kunnen doen, je ook goed moet kunnen lezen. En nogmaals, mensen die slecht kunnen lezen, daar weten we van, die zijn vaker werkloos, die zijn ongezond, sociaal isolement, et cetera. Wij zakken sneller weg dan andere landen, sterker. Ja. Sommige landen stijgen zelfs. China stijgt bijvoorbeeld heel erg op die peilingen. Aziatische landen, die PISA-scoren heet het dan. Hoe komt dat? Ja, nou, dat valt dus op. Dus als je Nederland... Ik denk dat het wel goed is om Nederland te vergelijken met Europese landen. Mm. En daar zijn natuurlijk ook in de samenleving die ontwikkeling van beeldcultuur en meer telefoons en scherms. Maar daar zie je dat het niet zo is dat zo bij ons in Nederland die 15-jarigen zo slecht lezen. Ja. Dus ja, dan ga je kijken van wat doen wij in het onderwijs niet? En wat doen wij niet of slecht genoeg aan leesbeleid? Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur hebben in juni... hebben wij al opgeroepen in dit advies, wat heet Lees.
Dat is eigenlijk het simpele antwoord. Ook digitaal verkrijgbaar, neem ik aan. Ja, ja zeker, zeker. Lees, dat is... En toen hebben wij dat ook al aangegeven. We hebben ook gezegd, start een leesoffensief. Ja. Dat zijn oorlogstermen eigenlijk, maar wij vonden de zaak zo urgent. Maar aan wie is die boodschap gericht? Aan de ouders, aan de leraren, aan ja. de kinderen? Die is zeker aan het hele onderwijs gericht. Dus ja. in Nederland, op onze scholen, leer je lezen als een apart vak. Dus in de kleuterklas is het vaak nog heel erg leuk. Vinden kinderen lezen ook heel erg leuk. Wordt er nog voor gelezen. En dan vanaf groep 3 slagen we aardig in om het plezier in lezen eruit te slaan. Voor heel veel kinderen. Maar hoe komt dat? Zijn die leraren niet goed? Waarom vinden ze het niet leuk? Er zijn een paar oorzaken. Wat wij hier doen is dat we lezen als een apart vak doen. Begrijpend lezen noemen we dat. Technisch lezen, AVI lezen, dat kennen de mensen ook wel. En terwijl we ook wel uit onderzoek over goede leesmethoden weten... dat je lezen integraal in je hele school, bij alle vakken... als basis, dus wat ik net zei, voor alles zou moeten hebben. Dus het leesonderwijs kan beter. Ja. En dat hebben wij dus eigenlijk bewust uit het onderwijs laten vallen. Want we zakken gewoon weg. Want op scholen kan het beter. Kan er veel meer prioriteit aan worden gegeven. In 2011 was de overheid, de regering, ook al redelijk bezorgd over lezen en taal. Lezen, taal en rekenen. Ja. Er is een groot programma gestart, prestaties verbeteren. En dan zie je dat daarna dat beleid toch alleen maar is gegaan over rekenen en wiskunde. Het lijkt net of in dit land denken... Ja, maar we het overigens ook niet goed doen. Hè? Dus wis- en natuurkunde zakken we ook weg. Dus dat is ook niet geweldig. Ja. Maar het interessante is, kijk, als die PISA-score uitkomt... dan is er een soort PISA-shock, wordt het genoemd. In Duitsland werden zelfs borden langs de weg gezet. Let u er wel op dat u moet leren lezen. In België was het... Ik bedoel, u bent de onafhankelijke adviseur van de overheid. Ik heb niet het idee dat minister Slob in paniek is geraakt. Sterker, die komt met een tekst aanzetten van... nou, het is heel belangrijk dat grootouders, doet zelf ook, zegt hij... dan hun kleinkinderen voorlezen. Ja. Nou, daarmee komen we er toch niet echt. Het is trouwens altijd heel erg goed om kleinkinderen voor het lezen. Ja. Maar wat er moet gebeuren is dat er... Maar er is niet een gevoel van urgentie, volgens mij. En er moet dus wel een enorm groot gevoel van urgentie zijn. En dat zeiden wij dus van de zomer ook al. Wat je kunt doen, is kijk op de bibliotheken. Dus de overheid is ook verantwoordelijk voor het stelsel van bibliotheken. Die hebben een absolute kerntaak om het onderwijs, al die leraren, scholen... te helpen met leesplezier en leren lezen. Op de bibliotheken is ongelooflijk bezuinigd. Scholen, dus daar is ook de, voor het onderwijs is de aandacht ook weggevloeid. Yep. We hebben het eigenlijk een beetje laten hangen en gedacht... nou, met dat taal en dat lezen, dat komt wel goed. En je ziet dat er wat bottomline in het onderwijs is... waar onderwijs dus voor is. In ieder geval goed leren, lezen, schrijven, rekenen. Dat is de basisvaardigheid, die wordt altijd gezegd. Maar er wordt ook vaak gezegd in onderwijsscholen... ja, maar wacht even, niet meetbare aspecten, zoals... Zijn kinderen gelukkig? Waar leiden wij kinderen? Kinderen moeten gelukkig zijn. Moeten ze dan kunnen cijferen? Wij hebben de gelukkigste kinderen van de wereld. Er wordt minder gepest, aantoonbaar. Je kan ook zeggen, dat is een heel succesvol effect van ons onderwijs. Ja, en dat is ook heel, heel goed. Dus dat is iets wat je kunt behouden. Uit die PISA-cijfers blijkt ook dat kinderen dus zich heel goed voelen. Maar daar blijkt ook dat heel veel kinderen zeggen... ik vind lezen moeilijk en ik heb daar niet een goed zelfvertrouwen over. En dat is zorgelijk. Lezen is de sleutel tot alles. Dus het is ook niet een schijntegenstelling van... nou, als je meer gaat lezen, ook meer aan rekenen, taal doet... dan gaat dat ten koste van andere dingen. Nee, daardoor kun je andere dingen ook makkelijk leren. Ja. Wat ook een zorgelijke boodschap is in ons onderwijsstelsel... is dat het net lijkt nu alsof wij lezen vooral iets voor de hogere onderwijssoorten vinden. In het HAVO en VWO. En dat is eigenlijk een heel, heel slecht signaal. Het lijkt alsof het alleen maar als je naar het boekenbal wil... dan moet je kunnen lezen, maar dat is natuurlijk een beetje onzin. Er is een andere ontwikkeling, want u zegt hoger onderwijs. Het gaat ook vaak over verschillen tussen ouders. Je ziet ook een kloof hier komen. Bij bijvoorbeeld particulier onderwijs heel snel groeit. Ja. Het aantal particuliere onderwijsscholen van tussen 2015 en 2017, maar 2 jaar... groeit van 456 naar 641... Ouders geven hoger opgeleide, rijkere ouders vaak geven hun kinderen bijles, privéscholen, noem maar op. Zien we hier een kloof ontstaan? Ja, wij gaan hier ook naar kijken, commissaris als onderwijsraad, met eigenlijk de vraag van hoe komt dat nou? Waarom kiezen ouders voor dat extra onderwijs? Is dat omdat men er niet vertrouwen in heeft dat het onderwijs zelf
goed genoeg is. Mm-hmm. En het wrange daarbij, of het ingewikkelde, is dat juist die kinderen van wie de ouders minder geld hebben, dat zijn ook vaker laag opgeleide ouders, ja, die kunnen dat niet kopen. Plus wat ik net zei, dat maar gaat het nu nog onderzoeken, maar dat is toch iets wat al jaren gaande is? Dit weten wij toch? Rijke ouders gaan hun kinderen gewoon naar privéonderwijs. Nou, het groeit de laatste 2-3 jaar echt explosief snel. Dus het is nu iets wat opvalt. Maar het is eigenlijk een pijl die weer dezelfde kant op wijst. Ja. Dat als jij in Nederland laag opgeleide ouders hebt, kom je sneller, soms onterecht, in een lagere school, soort VMBO, MBO. Hmm. Daar hebben we de schoolbibliotheken afgeschaft. Ja. Lezen is niet meer verplicht in het eindexamen op het VMBO. Daar is taal op een bepaalde manier ook een ondergeschoven kind. En dan heb je dus dubbel nadeel. Want van huis uit heb je al geen opa's en oma's die jou voorlezen. Zoals onze minister voorstelt. Er is thuis niet zo'n leescultuur. En op school krijg je het ook niet. Ja. En je kunt dat particuliere onderwijs niet kopen. Dus dat zijn eigenlijk al drie pijlen de verkeerde kant op. En dat is heel zorgelijk. Volgens mij is het heel zorgelijk. En is er veel voor uw onderwijsraad te doen. Ik wens u wijsheid. Dank u wel. Mevrouw Edith Hoge.